Ik weet niet, op een of andere manier maak ik me echt heel erg ongerust. Ik kan het niet vinden en ik zit daar echt heel erg mee. Steeds meer. Ik krijg er buikpijn van en ik vind het shit. Knol Power! Hallo dames en heren en heel erg leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ga jullie als eerste laten zien deze hele vette tattoo. En jij kan ook een Knol Power tattoo of een Peace tattoo krijgen, maar dan zonder heel veel te betalen in een tattoo shop. Ik heb hier namelijk hele mooie Knol Power tattoo velletjes. En die kan je vanaf nu verkrijgen op knolpower.nl. En ik vind ze echt super nice geworden. En ik vind dan ook dat Boas sowieso een van deze tattoos moet nemen. Dus ik ga op mijn Instagram... Hoe gooi jij? Ja, het is even snel weg. Ik ga op mijn Instagram ga ik een poll maken. En ga ik aan de kijkers vragen welke tattoo moet Boas nemen. Dus dat krijgen we later in de vlog, krijgen jullie dat zien. Maar eerst... Ik heb geen zin om mezelf aan te kleden. In de zin van een broek en dan denken van wat voor t-shirt of wat voor hoodie. Ik heb een veel beter idee. En ik vind dat jij met me mee moet doen. Moet ik eerst zat te doen? Want dat hebben we helemaal gegeten. Oh ja, doe eens even een flippy. Hoppakee. Okay, en we kunnen weer door met de dag. Ik ga even wat voor je pakken, ja? Boas. Het is zover. Het is pyjama dag, mensen! De hele dag in een pyjama. We gaan de hele dag in een pyjama rondlopen met z'n tweeën. Oké, okay, let's go! Zelf ga ik ook een pyjama aandoen. Zoals ik al zei, we gaan met z'n tweeën de hele dag in een Knol Power pyjama rondlopen. Dus daar komt ie. Nou, ik vind het helemaal mooi. Weet je wat ik zo geniaal vind? Ook gewoon die schoenen erbij. Ja, maar het past wel. Rood en rood. Ja, serieus. Match it. Damn, we gaan vandaag hard door het leven, mensen. Maar ik wil ook knolpower sokken. Oh ja, die kan ik je geven. Ik ga wel even mijn pruik afdoen. En dan doe ik even zo mijn petje op. Kijk, mooie kleurcombinatie. Ja, ik heb inderdaad knolpower sokken aan. En weet je, ik geef jou wel andere sokjes. Ik heb ze van Sok gekregen. En nu krijg jij ze. Toepasselijk. Alsjeblieft. Zijn wel heel nice. Ondertussen heeft Boas de sokken aan van Sok de Poes. Alleen zijn we Sok de Poes kwijt. En daarnaast is het ook nog eens zo dat, en dat heeft niet te maken met de verdwijning van Sok, die ramen had ik allemaal opengezet omdat het lekker weer is. En dan komt de lekkere lucht zo naar binnen. Alleen nu is het raam kapot. En nu krijgen we hem niet meer dicht. Omdat er twee dingetjes zijn afgebroken. Ik heb er wel eentje gevonden. Oké, dus dat is een beetje balen. Maar de enige plek waar Sok nog kan zijn, is in mijn slaapkamer. En dan heb ik het niet over... Ergens onder het deken, onder het kussen of wat dan ook. Daar heb ik overal al gezocht. Alleen ik heb ze net het bed verschoond. En tijdens het bed verschonen heb ik de kast open gedaan. Dus ik hoop echt dat ze hierin zit. Want serieus waar, al een half uur lang minimaal zijn Boas en ik wezen kijken. Zelfs in de hallen van het appartementencomplex, zelfs buiten. Dus ik ga ervan uit dat ze hierin zit. Zakje. Sokje. Hey. Sokje. Sokje. Oké, ik had echt verwacht dat ze hierin zou zitten. Shit. Ik ga nog één keertje hier zoeken in de washok. Ik heb dit eerder leeg gehad zo net, een kwartier geleden. Sokje. Ik ben nooit echt ongerust of zo en ik weet dat het wel goed komt, maar ik snap hier helemaal niks van. Ik zou echt niet weten wat Sok is. Ik ben er wel vaak eens eventjes kwijt, maar... Dit is een nieuw level. Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Hè? Hoe kan dat nou? Sokje. Komt ze niet als je met haar bakjes rammelt of zo, met haar etensbakjes? Nee, daar geeft ze niet zoveel voor. Nou, jammer. Ja, dit touwtje vindt ze echt heel erg leuk. Maar ja, als je niet weet waar ze zit. Ik ben net ook om het gebouw heen gelopen en ik heb in de bosjes gekeken waar ze zich verstopte de hele tijd. Ja, want ik dacht misschien. Naar buiten gingen. Ja, want ik dacht misschien herkent ze dat of zo, gaat ze daar zitten als ze buiten is. Maar ook niet. Ik snap het niet.
Hey, Matsko. Weet je, ik liep helemaal zo. Waar zit hij? Ik zat helemaal te kijken waar hij was, man. Hoe is hij? Ja, goed met jou. Lang niet gezien, man. Waar is je hond? Ja, dat was het dus. Die kon niet mee. Oh, echt? Nee, want ik was bang dat hij nog niet echt zindelijk in dat nieuwe plek gaat. Ze alles onderpissen zonder van je kleed. Ik zat echt zo te kijken, zo van, nou, waar blijft ze? Nou, dat is net niet handig, man. Oké, okay, nee, tuurlijk. Als het niet handig is. Nou, ik heb een beetje een probleem. Oh, wat dan? Ik heb serieus twee problemen. Eén, Sok, de poes is weg. Weg? Ja, we zijn al zeker 3 kwartier aan het zoeken. En twee, we krijgen de raam niet meer dicht. Ja, lekker. Dus we zitten hier serieus een beetje in een struggle van... De ramen niet meer dicht? Nee, ja, ik heb van die schuiframen. Echt. Ik heb die ramen nog nooit open gezien. Ja, die schuiframen, echt super. Maar als het doet, maar als het het niet doet... Kijk, deze is staat zijn spoor. Ja, we krijgen ze niet meer dicht. Jullie zijn helemaal ontspoord. Ja, joh. Oh, Don is in de building, hoor. Daar komen de grapjes weer, mensen. Ja. Don. Ja? Ik ga een foto plaatsen op Instagram. En dan ga ik vragen aan de kijkers welke tattoo Boas moet nemen. Maar dan wil ik dat ook bij jou doen. Plakplaatjes van... Of tattooplaatjes. Ja, plaktattoos. Ga je er ook mee akkoord? Ja, tuurlijk. Ja? Nou, dit zijn de tattoos. Plaktattoos. Dus ja, ik zal dan ook een foto van jou maken en op mijn Insta zetten. En dan mogen de mensen bepalen welke jij uiteindelijk krijgt. Misschien wel zo'n mooi hartje bij je oog zo. Ja, ik ga voor die knolpower als traantje, weet je wel. Ja, er zitten wel een paar leuke tussen. Maar dus... ik hoop niet dat ik die krijg, dan ben ik echt een pussy. Ik zei toch, daar komen de grapjes van Don weer. In ieder geval, Sonet is de voorzitter hier geweest van dit gebouw. En die heeft mij verteld dat de bovenbuurman die komt even langs om te kijken of hij het raam kan maken. Als dat niet gemaakt kan worden door hem, dan moeten we iemand bellen die dat normaal gesproken kon maken helemaal uit Amersfoort. 20 minuten hier vandaan, waar Boas woont. En ja, dat betekent dus dat we verplicht hier binnen moeten blijven, want het raam is open en dan kunnen we niet weg. En het is niet zo nice als mensen via het raam zo naar binnen kunnen. Ik heb nogal iets leuks meegenomen trouwens, we helemaal vergeten. Wil je dat nu laten zien? Het ligt in mijn achterbak. Je mag het pakken als je wil. Nou, niet zo achterbaks doen. Ik ga dat niet halen. Niet zo achterbaks doen. Achterbaks? Jezus, man. Ja, jij zei achterbak! Ja, weet ik. Maar plak deze lekker op je kop. Dan heb je een bord voor je kop. Skateboard? Lekker. Oh, maar die was te ver gezocht. Ja, die was te ver. Maar ik moest net wel terugkomen, omdat jij dat zei. Ik probeer nu ook in die flow te komen van die flauwe grapjes die Donald maakt. Die wel heel erg vaak leuk zijn. Maar is goed. Ik die wel heel vaak heel leuk zijn. Don heeft geen blad voor de mond. Ook niet in zijn mond. Maar is goed, ik ga even een foto maken van jullie. Gaan we kijken welke ik mag tattoo. Ik heb er al eentje. Ja, maar ja, die is wel mooi. Ik zag het in je Insta verhaal. Ik denk, heeft hij nou echt een tattoo genomen? Dacht ik, nee, het is niet rood en zo, weet je wel. Hij is wel echt goed gelukt. Ik heb hem gisteravond erop geplakt en hij zit echt nog mooi op. Dit is gewoon een excuus om zijn tape op te filmen. Waarom zou ik dat willen? Oh mijn god. Oké, Boas, ik heb eventjes gecheckt wat mensen hebben gestemd. En je ziet het. Je ziet het. Oké. Waar wil je hem hebben? Op zijn anus. Bro, serieus? Die van jou doen we op je anus. Oké, we kiezen dus in ieder geval voor Knolpower logo. En voor Don, ja... Don wordt een poesie. Ah, maar dan ben ik wel poeslief, hè? Jij wordt serieus een poesie. Fuck. Het enige wat je hoeft te doen is, je pakt een schaar, je knipt uit welke je wil. En dan heb je altijd nog zo'n laagje wat je er vanaf moet halen. Nou, dat laagje haal ik er nu vanaf. En dan kan je het serieus al ergens opplakken. En dan doen we hem eventjes bij jou hier zo. Zo. Kijk. Nee, echt zo'n ghetto rapper. Moet je niet dat maken dan? Ja, hij maar... Hij heeft wel gelikt, gewoon even net zo... Nee, nu kan ik dan zo'n sponsje pakken hier zo. SpongeBob! En daar doen we even wat water op. En nu drukken we het gewoon een beetje zo aan. Ik voel het echt alsof ik zeg maar door mijn moeder verzorgd word als ik een wondje heb of zo. Zit wel goed, lieverd. Komt goed. Kusje erop! Nee, Don. Ik zat echt zo, ja. Ik zat ook even te wachten. Content! Hoezo zat jij ook te wachten? Nou, ik zat te wachten, wat gaat hij nu? Niet op het kusje. Hou je mond. Oh ja, volgens mij is hij al klaar. Kijk eens even! Oh, sick! Ben ik nu zo'n coole rapper zo?
Met FaceTime. Ja, rap even wat voor ons. Ja, ja, we zijn. Oh, wat spetters overal. Oh, je bent zo spetter. Ja, man. Spetter, oh, okay. Spetterpoep. Nou, nu gaan we dom veranderen in een poesie. Ah. Ja, zet hem in mijn nek. Net als Lil Pump en zo, weet je wel. Heeft hier een in zijn nek? Ja, die, nou, niet een poesie, maar... Je moet zo'n barcode in je nek hebben. Een barcode! Knip hem even mooi rond voor je. Sok de poes! Kies jij maar welke je wil kopen in de webshop op www.knolpower.nl. Dit deed hij gewoon vrijwillig. Echt niet, ik krijg er 12.000 euro voor. Je blijft ook nog even hangen bij het bedrag van hoeveel 12.000. Ja, ik wist het niet meer. Ik dacht even nadenken wat er in het contract stond. Ik denk dat het wel mooi is als we hem hier in zijn nek doen. Dan denkt iedereen dat het een zuigzoen is na een paar dagen als hij er langzaam afgaat. Ja, dat is ook wel leuk. Dat is ook wel leuk. Dan heb ik heel wat uit te leggen aan mijn vriendin. Zeg ik bij mensen langs mee. Dat klinkt echt fucking... Oké, laat maar. Oké. Okay. Hier, kijk. Let op, hè. Nat nek. Hij vindt het zelf zo leuk. Als hij hem maakt, gaat hij helemaal lachen. Die was ook echt goed, jongen. Nou ja, als je niet lacht om je eigen grappen, dan is dat niet grappig. Natuurlijk. Nee, dat bedoel ik. Deppen. Don deed het depp. Plossen. Even plossen. Oké. Okay. Het hoeft maar heel eventjes dit, hè. Hoppakee. Hey. Ik ben een pussy. Wat een weertje. Het is gewoon serieus... Ik ga niks doen. Oh, je komt zomaar aflopen. Ja, het is gewoon keihard aan het regenen en de zon schijnt. En ik heb serieus het zonnescherm een beetje naar beneden moeten doen. Niet voor de zon, maar voor de regen. Want anders komt dat binnen, want ik krijg nog steeds die deur niet dicht. Maar we gaan er wel vandoor, Don. Gelukkig kan Boas even hier blijven om even op te letten. Wij gaan er even vandoor, want we hebben trek. Even lunch halen. En wat we nog meer even gaan doen. Ik ben dit stukje vergeten. Don is hier een stukje vergeten, hè? Zie je het op camera? Ja, heel goed. Succes van die hele je ziet het vanaf hier ook al. Hè? Echt? Ja. Ook op camera? Ja, sowieso. Oh, ik heb wel de oplossing voor Don. Je gaat sowieso iets zeggen met scheer je weg, joh. Nee, kijk eens aan. Okay. Net een gloednieuw scheerapparaat. Lekker. Je hebt dan niet je... Oh, dan moet ik die andere even geven. Oh, nee. Nee. Oh. Ik zal net zo af. Gast. Ik weet niet hoe dit werkt. Gebruik altijd scheermesje. Gewoon omhoog. Het heeft die camera erbij. Even zijn babyhaartjes wegscheren. Lekker hoor, Don. Even van dat beginnende puberhaar. Ook zo'n mooi mondje dan zo, hè? Wat doe jij dan, dit? Ik rook. Nee, dit is toch perfect? Ja, joh, nu is het goed. Alleen een beetje stoppeltjes. Zo, dat heb je een mooie tattoo, gek. Ja, mooi, hè? Ja. Oké, Don ziet er helemaal fresh uit. Helemaal zijn haartjes zijn nice. Dus, yes, haar fijn ziet het eruit. Word je nooit een keer moe van jezelf? Jawel, man. Maar al die je wel, man. Weet je hoe makkelijk ik in slaap val elke avond? Dat is niet normaal. De hele dag weer van die grapjes rijden. Oh, ik ben zo moe nu. Maar ja, je durft in ieder geval wel over straat zo met mij. Nou... Ze dus gaan nog vragen hoeveel je kost straks. Het is pyjama dag, hè? Je ziet het. We gaan even een lekker broodje halen. Ja, dat is brood nodig. Ja, ik maak ze altijd al in mijn eigen vlog, maar nu heb ik een keer een ander platform. Dus nu kan ik ze herhalen, weet je wel. Oké. Nou, wel duimpje omhoog voor Don voor de moeite voor zijn grapjes. Ze zijn wel altijd heel erg snel en vaak goed gevonden. Hoe zijn jouw reflexen? Netjes. Wow, smooth hoor. Ja. Wat zei je? Ik zeg tegen Enzo, we staan niet te wachten op het eten. Maar altijd als je lang niet eet, krijg je zo'n leegte smaak. Zo'n soort vieze smaak in je bek. En dat verdwijnt dan weer als je eet. In je maar mond, hij snapt niet mond. Wat ik bedoel. Ik weet zeker dat veel van jullie dat ook hebben. In je mijn mond. Vriendin heeft dat ook, ja. Nee, niet in mijn mond. Maar je krijgt zo'n smaak in je bek. Zo'n gore smaak. Nee, niet je bek. Je mond. Dat bedoel ik. Ja, hou je mond. Paarden hebben een bek. Maar wij hebben een mond. Nou, jij hebt ook wel een bek hoor. Grote bek heb je. Grote glimlach. Ik ga Enzo zijn portemonnee pakken en kijken of hij door heeft. Duurt
godverdomme weer veel te lang hier zo. Helemaal klaar mee. Wat kan ik maken? Kom eens even iemand helpen die de verstand van heeft. Meneer, ik sta hier te wachten. Wanneer word ik nou geholpen, joh? Even kalm, even kalm. Nou, ze behandelen je klanten niet, hè? Je kent dit, hè? Je kent ja? Dit, hè? Normaal gesproken één ham, maar ik heb zin in twee ham. Kijk, ze geven jezelf ook gewoon korting, hè? Ik pak gewoon twee ham. Ik heb betaald voor één ham. De voorraad klopt niet meer, maar... even kijken, wat nog meer? Kaas, maar dat is onderweg. Komkommetjes. Even wachten, kaas. Moet eerst kaas op? Eerst kaas, dan de komkommer, hè? Ja. Ik heb kaas halen. Hé, hey, hey. Ja, weer wat weg uit de voorraad. Je mag niet eten. Oh, je mag niet eten. Oh, als je broodje maakt, mag je niet eten. Stel je toch voor dat je die gasten staat. Ja, wel aan de regels houden, hè, kijk. Een plakje kaas. Zo. Jongens, dit kan toch niks kosten per uur? En dan... En dan nu komkommer? Nee, ijsbergsla. Ijsbergsla? En dan, wacht even, ik ga even toch ingrijpen, oké? Okay? Ja. Ik weet niet of jij dit lekker vindt om te eten, maar zo heb je... Ja, nou, ik vind dat best lekker smaak. Leuk. Doe je het even zo, ja? Ja. En dan doe je even zo. Dat is vaak komen en dan doe je een beetje ijsbergsla zo. Nu zo ijsbergsla? Ja, dat zie je. Zo, ijsbergsla. Ja, dan heb je en dan? Drie tomaatjes nodig, drie komkommer. Drie tomaatjes, drie komkommer. En dan om en om. Ja, dat gaat wel lullig hè, zo met zo'n komkommer. Zo, één komkommer. Twee komkommer. Vijf komkommer. Ja, tomaatjes zijn er ook nog heel veel, zo. Heel veel tomaat. Eén, twee. Kijk eens, dat gaat er al lekker uit, zie man. Kijk. Super, hè? Super, helemaal zelf gemaakt. Dikke. Deze altijd even opdoen. Oh. Wat is dit eigenlijk? Wat spuit ik er nu op? Honing mosterd. Honing mosterd. Oh, op je broodje gezond, dat is toch helemaal lekker. Je ei nog. Oh, dit is het ei. Zo. Nou, opeten. En nu een zakje. Even in een zakje. Nee. Ja, en zo, wat doe je nou weer? Ga je nou gewoon dat broodje zomaar in het zakje douwen? Nee, nieuw recept. Nee, dat moet wel met expertise. Kijk, deze man weet hoe het moet. Kijk. Kijk eens. Dankjewel. Nou, bestelling is compleet don. Ja, nou, kijk, koffie staat al klaar. Dat wordt dan... Dat wordt aanvallen. Even kijken. Oh, wat ga je nou nog meer doen? Terug. Je hebt geen idee wat je doet, hè? Ja, die wilde ik net een sandwich, inderdaad. Groot. Gezond deluxe heb ik gemaakt. Ik vind dat het een deluxe is. Nee, of is die het duurder? Die is goedkoper, hè? We tikken de goedkoopste broodjes aan. Salade kip. Salade kip? Nee, ik had geen kip. Ik had alleen salade. Dan is het ook goedkoper, toch? Dubbele kip, hè? Salade kip. Ja, en... carpaccio. En carpaccio. En dan je koffie nog, hè? En koffie had ik. Drie keer. Grote. Drie keer groot. Ja. En een appeltaartje. Oh ja, een appeltaartje. Een appeltaart. Appelgebak. En dan? Dat is het. Wat is dat je bedrag? 36,85 pekels. Pekels? Ja. Pekel, dat krijg je toch altijd op je auto? Van die strooiwagens. Of pekies, pekkies. Nee, pekel. Dat krijg je toch op je auto als ze strooien? Ja, dat geldt ook weer in straat al. Pekies. Pekies, ja. En dat wordt 36,85 pekies. Oké. Okay. Nee, ik dank je wel voor de hulp. Neem ontslag. Jij hebt mijn portemonnee, hoor. Ik heb jouw portemonnee? Nee. Ah, kut. Ik had hem in mijn kontzak. Je dacht, het duurde echt lang, man. Het is letterlijk een kwartier voorbij. Ik had hem gelijk al gepakt. Jij legt het ook gewoon hier neer. Gewoon, en je loopt overal heen. Ik vertrouw de mensen hier gewoon. Oké, nou, hartstikke goed. Haal toch gelijk weer door dat ik het was. Boas. Yo, eten! Kijk eens. Hey Boas. Ja? Heb jij trek in honing mosterdsaus? Of laat ik zo zeggen, lust jij honing mosterdsaus? Ja. Want Don heeft net gefilmd hoe ik een broodje heb gemaakt. En dat was het broodje voor Boas. Ik heb zelf het broodje gemaakt. Oh, je hebt hem voor Boas gemaakt? Ja. Oh, lul dat je bent. Ja. Ik denk, je maakt het voor zichzelf. Ja, dit is hem. Dit is hem. Ik heb serieus zelf achter de toon. Ik ga hier nooit meer blijven. Ik ben altijd mee voor het als we eten gaan halen. Volgens mij was dit... Nee. Dit is de carpaccio. Die had jij. Oh, die is voor mij. Die is voor jou. Oeh, kijk. Lekker. Ja, dit is hem. Kijk, het ei zit supergoed verdeeld. Zie je dat?
Hij is echt goed geworden. Oh ja, en ik heb 2 plakjes ham, maar ik heb voor 1 plakje betaald. Goed, hè? Nee, lekker gedaan, pik. Ja, toch? Nou, dankjewel. Nou, nog even de magistrale mag broodjes. Mag ik de video eerst terugzien voordat ik dit eet? Ik vertrouw het niet. Nee, dit is allemaal pepers. Hij heeft hem alleen gezwaffeld, voor de rest niks mis mee. Oh, oké, dan gaan we beginnen. Gewoon opeten, lekker, joh. En hoe is dat? Hij neemt zijn eerste hap. Pik of kont. Nou, welke van de 2? Ben je er tussenin? Wat voor naam? Ik zou er doorheen gaan. Oké, dit wordt veel te vies. Laten we eten. Ik heb een lekkere salade. Ja. We gaan ervan genieten. En daarna wil Don, dat is eigenlijk de enige reden waarom die hier is, wil Don heel graag in mijn auto rijden. Don is helemaal gek en verliefd op mijn auto. Tenminste, je bent eigenlijk verliefd op alle auto's die snel gaan, die goed geluid maken en waarmee je kan racen. Klopt dat? Dat klopt. Nou, dan zitten we best wel op dezelfde lijn. Ja! Nou, dat kan. En we reden even mensen langs. En dat gaan we dan straks ook doen. Dus de zon schijnt weer, het is echt raar weer vandaag. Maar eet smakelijk. Eet smakelijk. Lekker. Oké, okay, Don, kom er even bij staan. Je hebt namelijk nu 1 tattoo in je nek. Maar ik denk dat er ook nog wel zo'n mooie tattoo op je wang kan. Ik heb hier 3 pijlen. Als ik 1 van die 3 pijlen in... Oh, je gaat een dartboard tattoo hier doen. Dan moet ik zo gaan staan, zeker? Nee. Dat is te gevaarlijk. Als ik 1 van deze 3 pijlen in de bullseye gooi... Ik moet gewoon 1 keer bullseye gooien met 1 van deze 3 pijlen. Dan mag ik nog een tattoo bij je zetten. En als je misgooit, dan mag ik bij jou een tattoo zetten. Dat is goed. Op je voorhoofd. Is ik goed. Ja. Oké. Okay. Ik heb meer kans, maar ja. Nee, ik zit nog zo dichtbij. Geen schot in de roos voor jou, maar wel voor mij. Oh. Kijk, dit noem je nou pijn. Oké, op je voorhoofd en zo. Genoeg ruimte. Dan wil ik wel zelf kiezen. Dan wil ik dat hartje. Nee, het hele skateboard gewoon over je voorhoofd. Nee, ik wil dat hartje. Kijk, de ramen. Ja, is dat midden op je voorhoofd? Ja, ongeveer. Hoe lang blijft het zitten? Ik hoop niet dat je een zakelijke meeting hebt morgen of zo. Denk je dat het goed is? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. Dan mag je we gaan toch glijden? Ja! Holy shit, dat rood is echt donkerrood. Is het gelukt? Het zijn echt goede plaatjes. Je hebt het wel echt scheef geplakt, gast. Ja, zo symmetrisch is zijn gezicht ook weer niet, dus pas goed. Ik ga even kijken. Zo, hij is scheef, jongen! Hij is super scheef, ouwe. Hij is echt heel erg scheef. Hoe vaak je het ook zegt, maar hij is scheef, hoor. Ja, dat wel. Ja, loop ik en in mijn pyjama vandaag de hele dag. En met die tattoo op mijn voorhoofd. Ja, het is wel knolpower rood, dus het past wel goed bij. Dat wel. Daarom bestaat hij ook op het knolpower tattoo vel. Om alvast even een voorproefje aan Don te geven. Ons en die zat helemaal zo. Holy shit, hij zat met de grootste glimlach. Net zoals ik, wat een ding, joh. Jezus. Oh, geweldig. Mijn oren suizen een heel klein beetje. Een klein beetje suizen. Oh, gekke shit, man. Nou, dat was precies de tunnel waar we ook met Enzo zijn Porsche een keer hebben gereden. Toen had hij zijn Porsche nog. Ja. Dat ging ook af, jongen. Heel anders dan dit natuurlijk. Heel anders, die maakt bijna geen geluid. Diesel, hè? Ja. En dit is gewoon volle benzine. American made benzine. Nou, dat krijst. Dat krijst maar echt. Een beetje klamme handjes nu, hè? Ja, Don gaat nu zelf rijden. Een beetje optrekken van 0 naar 100. En een beetje bochtjes. En, ja, eerst even rustig aanvoelen. Even kijken. A few moments later. Oh, er komt trouwens hier een tunneltje aan. Hij pakt ook gelijk zijn eigen vlogcamera erbij. Ik ben met 2 camera's ben ik hier bezig. Oké, let's go, Don. Ja, even wachten. Nou, daar is de tunnel. Daar komt de tunnel. 1. Ah!
Yo! We hadden eigenlijk het raam open moeten zetten. Eigenlijk wel. Dan hoor je het nog harder. Ja. Oh. Oh shit, mensen. Oh shit. We komen serieus iemand tegen die met ons wil racen. Oh shit. Oh, dit is echt spannend. Dit vind ik echt spannend. Alles goed? Jazeker. Nice. Je hebt wel echt een dikke auto, hoor. Dank. Mag ik eens heel even filmen als je een beetje gas geeft? Zeker. Want dat klinkt wel lekker, die auto, voor jou. Wow. Gast. Random. Oh my god. Hey, ik ga even straks bij hem in de auto. Call him Don. Later. Holy shit. Oké, wat voor auto is dit? Polo WEC. Een Polo WEC? WRC. WRC. Ja, dat is een homologatieauto van de rally. Holy shit, dat geluid, gast. Dit is echt weer iets heel anders dan mijn eigen auto. Hoeveel weegt deze auto? 1100 kilo. 1100 kilo, dus ja. Dat is 1300 kilo lichter dan mijn auto. En hoeveel pk heeft deze? 380. Gast, dat is veel voor zo'n auto. Ja. Dit is je eigen auto? Ja. Sick, man. Toch? Oh, dit is echt genieten. Dit is echt genieten. Maar heb je een andere uitlaat eronder gezet dat hij zo hard knalt? Ja, dus van alles is eraan gedaan. Andere mapping is erin gekomen. Uitlaat, inlaat. Ja, bijna van alles. Je hebt, behalve een uitlaat, heb je ook een inlaat? Andere inlaat, ja. Een inlaat? Ja, dus voor de lucht. Oké. Ja. Nog nooit van gehoord, maar... Je doet het goed, man, want dit is wel echt genieten. Oh, mag ik nog één keer even je geluid filmen? Jazeker. Holy shit, ouwe. Dat geluid van deze auto is echt onvoorstelbaar. Dit is gewoon een mitrailleur wat eruit komt, joh. Komt-ie, hoor, mensen. God. Gaan we nu racen? Ja, ik vind het best. Oké, nou, laten we een poging doen. We gaan racen. Hij stapt ook gewoon in bij die gozer. Ja, tuurlijk. Weet je hoe mooi, jongen? Weet je hoeveel pk die heeft? Nou? 380. Ja? Oh, die is dik getuned, man. Hij weegt maar 1100 kilo. Hij kan kans maken. Hij kan oprecht kans maken. 1100 kilo, 380 pk. We gaan het proberen. Yes. Yo, dit is echt zo toevallig dat we gewoon tijdens het filmen... Het is echt niet nep, gewoon oprecht. Ja, dit is zo toevallig dat we deze guy tegenkomen. Oké, kan die? Ja. Oké, 3, 2, 1... Weg is die! Heel eventjes credits aan deze man. Ik zie dat hij Instagram op zijn auto heeft staan. We kunnen jou volgen op Polo WRC Street. Juist. Nice. Dat is hem. Dus staat in de beschrijving. Gewoon puur even credits geven aan hem. Want wat een wagen heeft hij, gek. Een dik getunede Volkswagen. Holy shit. Dat is gewoon toeval dat je hier langs reed. Ja, ik wou even foto's maken. Ah, oké. Okay. Nou, sick, man. Hey, jongens. Hey, bedankt, gaan, man. Hè? Yo, hè. Rustig aan. Hoi. Rij voorzichtig! Ja, doe dat zeker. Maar hij kwam dus hier om foto's te maken voor zijn Insta. Dus nou, jullie zullen dan misschien... Hij verdient die shout-out wel echt dik, hoor. Ja, sowieso. Ja, yo. Maar gast, dat geluid is weer echt iets heel anders dan dit. Dat kan je niet vergelijken. Ik denk dat hij Akrapovic onder heeft. Ja, want bij hem hoor je echt zo... Ta-ta-ta-ta-ta. Doe eens. Nee, kijk, dit is launch control. Je hoorde wel een klein beetje misschakelingen. Oh, die was lekker, man. Die was lekker, man. Oi, oi, oi. Hou mijn pacemaker. Oh, knetteren. Oi, 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 oi. Ja, weet je wat ik ook wel eens heb gehoord bij zo'n auto? Dan zit zo...
Dan hoor je die turbo's terugwerken. Turbo's ja. Zijn dat toch, die hoort dan? Ja, volgens mij wel. Ja. Dat is ook wel lach hoor. En je hebt ook sommige auto's, die gaan dan zo... Die hebben een soort geluidjes in plaats van dat... Heb je wel eens een misschakeling gehoord van zo'n auto met zo'n gewoon een open pijp of zo? Nee. Dat is echt... Dat klinkt alsof die hele auto uit elkaar wordt geknald. Dat is echt... Dan is het echt... BAM! Nee, dat is gewoon als een auto tegen de muur knalt. Ja! BAM! Of als je Mexicaans hebt gegeten. Op de pot. BAM! Ja. Oh, dit is wel lijp. Ja, we maken echt weer wat mee, zo, joh. Dit is wel echt toevallig, hoor. Oi. Maar ja, heb je dat meteen meegemaakt van 0 naar 100? Launch control. Ja, nu nog een keertje in de zomer bij mij achterop op de motor. Ja, dat is goed. Dat wordt ook leuk. Ja, is goed. Als het goed is, krijg ik echt een hele dikke motor voor deze zomer. Ja? Maar echt gewoon bijna de ziekste die er is. Ja, echt? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dan maak je hem wel heel nieuwsgierig. Ja, natuurlijk van Yamaha. En dan kan je ook echt niet serieus nemen met die sticker op je voorhoofd. Ja, dat heb jij gedaan. Hij is ook scheef, jongen. Oi. Maar dit was wel echt genieten, mensen. Dit was echt genieten. Blauw duimpje omhoog. Ik denk sowieso dat alle mensen... wij hadden het er net over van dat we... Hoe hou je dagelijks vloggen vol? Wij doen het allebei. Hij al wel wat langer dan ik. Ja, jij doet het nu 121 dagen achter elkaar. Ja, ik ben gewoon begonnen en ik heb nog geen dag gemist. Maar wij hadden het erover van... Ja, hoe hou je het elke dag vol? Heb je altijd wel wat te filmen? Nu hadden we dus wat te filmen. Maar we hadden het er ook over dat als je gaat filmen, dan gebeurt er altijd meer. Ja. Precies zoals dit. Dit gebeurt gewoon. Er komt gewoon random iemand en tegen. En heb je gewoon een ziek leuke dag, ziek leuke content. Ja, het is echt geweldig. Dingen gebeuren gewoon als je dingen gaat doen. Zeker. En dat is gewoon... Dat is lachen. Dit was zo gaaf, echt. Dit was echt sick. Ik denk dat sowieso ook een blauw duimpje omhoog voor alle autoliefhebbers en fanaten. Ik denk dat jullie dit ook geweldig vonden. En voor de mensen die dus ook sowieso helemaal gek zijn van auto's... Ik heb echt nog hele leuke dingen geregeld nu al voor de zomer, wat echt lijp is. En dan bedoel ik dat ik een paar verschillende auto's mag meenemen voor een dag of een paar dagen die echt heel sick zijn. Net zo sick als deze Jeep, dus dat wordt echt heel dik. Zo, dat is wel heel wat gezegd hoor, zeg je daar. Ja, ik weet het. Ja, nu heb jij het ervaren. Dus ja. Ik neem ook wel eens kijkers mee in de auto en die hebben ook altijd zoiets van, jongen Enzo, dit is echt ongekend. Dit is echt heel bizar. Nog steeds een droom die uitkomt, lijkt mij, als jouw zijnde. Dat je gewoon dit elke dag kan rijden. Ja, ik zei net al, van het is nog steeds raar dat dit gewoon mijn eigen auto is. Het is echt bizar. Het is moeilijk om te beseffen, maar het is toch echt zo. En kijk die kilometerstand, dat is best leuk hè. 20.222. Alleen maar tweetjes. Alleen maar tweetjes. Over 2000 kilometer heb je precies 2. Hey. Al die tijd heeft die jongen netjes braaf thuis gezeten. Kijk eens even, lekkere koffie. Yes. Hey, hoe staat het ervoor met de gifjes van Knolpower? Kijk, dit is er eentje. Hey, nice! Dit is er eentje. Oh, sick! Maar ik ben echt zo lang bezig geweest met allemaal spul uitzoeken, jongen. En uitknippen. Ja, nou kijk, eerst wilde ik net video's doen, maar dat werkte niet goed genoeg. Toen moest het foto's, dus... Maar ik weet niet hoe het werkt. Het kost alleen wel heel veel tijd. Heel erg sick. Nou, zoals jullie horen, er zit heel veel tijd in de Knolpower gifjes. Maar als het goed is, vanaf vandaag staan er Knolpower gifjes op Instagram. Dus ik zou zeggen, gebruik ze, spam ze. En deel ze met mij, @EnzoKnol. En dan ga ik ze reposten in mijn Insta-story. Omdat ik jullie natuurlijk wel credits wil geven dat jullie de gifjes gebruiken. Echt super sick. Hey. We zijn met de drone aan het vliegen die je kan besturen met je hand. Ondertussen wordt het raam gemaakt. Super chill. Wat een rust in één keer hier in de woonkamer. Don en Boas die zijn heel eventjes weg met de auto van Boas. Want die heeft net een nieuwe auto, wilde die nog even aan Don laten zien. De meneer van het raam die heeft een bonnetje achtergelaten. Die heeft mij verteld dat dit de onderdelen zijn die kapot waren. En ik had de meneer een lekker bakje koffie aangeboden. Mijn eigen gereedschap kan ik nu opbergen. Ik had namelijk zelf geprobeerd om het te maken, maar dat lukte me niet. Maar zoals jullie zien... Alle ramen die zijn gerepareerd en ik kan gelukkig weer weg van huis wanneer ik wil. Want anders dan kon ik niet weg omdat simpelweg de ramen, oftewel de deuren hier niet dicht konden. En dat was wel echt heel erg lullig geweest. Maar nu dat is opgelost ben ik heel erg blij. Alleen ik ben serieus nog steeds sok niet tegengekomen. En ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb er wel vaker eens een hele dag niet gezien. Ook al was ik thuis, dan was ze gewoon ergens in een hoekje gaan liggen. Was ze gaan slapen of...
gaan chillen. Of dan had ze gewoon even geen zin in mensen. Want ja, er komen hier ook mensen over de vloer. En soms vindt ze dat nog wel een beetje eng. Omdat dan muziek wordt afgespeeld of we zijn lawaaierig. Maar ik weet niet, op een of andere manier maak ik me echt heel erg ongerust. Ik kan het niet vinden en ik zit daar echt heel erg mee. Steeds meer. Ik krijg er buikpijn van en ik vind het shit. Ik vind het echt shit. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Als ik haar wilde vinden, dan kon ik haar wel vinden. Maar nu gewoon niet. En dat is echt de eerste keer sinds 2 jaar dat ik haar niet kan vinden. En dat maakt me gewoon heel erg zorgen. En ze kan gewoon niet weg zijn. Maar waar is ze dan? Ik snap het niet. Dus daar zit ik nog even mee. Dus ik weet ook gewoon niet zo goed wat ik moet doen nu. A few moments later. Enzo, wat heb je? Oh, je wil niet weten hoe blij ik ben. Echt waar. Serieus, ik stond echt op het punt om te huilen. Ik kan nu ook wel huilen. Ik zie het. Ja, nee, echt waar. Ik ben zo blij dat ik het terug heb. Oh mijn god, je stomme poes. Kijk, daar zit ze hoor, heel onschuldig. Zo van, wat is er aan de hand? Maar ze zat hier niet, want we hebben hier gekeken. We hebben hier 100 keer gekeken. Maar ik denk dat ze... Kan ze niet hierin zitten of zo? Ik denk serieus dat ze hierin heeft gezeten. Maar daar heb ik gekeken. Er moet hier in dit doek een gat zitten of zo. Ik ga er even onder. Ze heeft gewoon een verstopplekje of zo. Die wij niet kennen. Ja, ja, precies. Dat kan niet anders. Ja. Ja, of ze was gewoon aan het vluchten voor deze debiel. Nou, ik ben even klaar met hem zo. Ik hoef geen aaien. Waarom heb jij een Freek Vonk hoed op? Die heb ik van jou, weet je wel. Oh ja, ja, die lag in mijn auto, dus ik dacht ik neem hem mee. Hey, kijk. Hier is sokje. Oh, sokje. Jeetje, dat zou ook wat zijn, dat ze dan net voor haar verjaardag gewoon kwijt is. Dat sokje is bijna jarig. Hoe oud? 11 maart wordt ze 2 jaar. 2, oké. Okay. Dat zal wat zijn. Een paar dagen voordat je jarig bent, ben je in één keer weg. En dat dacht ik niet, hè? Ja, dan ben je nog lang niet jarig. Jongen. Gekke poes. Maar ze heeft ook de hele dag zonder eten gedaan. Ja, maar dat op zich is niet zo heel erg, hoor. Die kunnen wel langer zonder even eten, maar... Ja, maar ja, als ze zelf eten wil, dacht ik, dan komt ze er wel uit. Oh, ik heb me zo ongerust gemaakt. Hé, sokje. Alles goed? Ze kijkt echt zo van, wat is er? Ze snapt er niks van. Nee. Oei, oei, oei. Nou, ik ben blij dat ze terug is. Yes. Sushi! Hey! Yay! Late reactie. Ik heb een filmpje aangezet. Of nou, die gaan we nu aanzetten tijdens sushi eten. Ik heb de kaarsjes helemaal lekker overal aangezet. Weet je wat het mooie is van die kaarsen? Hij gooit ze net kapot tegen de muur. Overal lag kaarsvet. Kijk, je kan het ook zien, helemaal afgebrokkeld. En hij zet ze gewoon weer terug, alsof er niks aan de hand is. Ja, tuurlijk. Het werkt gewoon nog. Ja, tuurlijk werkt het, maar het ziet er toch niet uit. Jij ziet er niet uit met je schama hier. Zo. Nou, dat gaan we met z'n drieën wel opkrijgen. Gozer, dat moeten we even bijlichten. Hier moeten we echt even... Nou, ga eens even bijlichten. Kijk eens even, joh. Joh, als je denkt dat dit alles is... Hé, hey, jongen. Poeh! We hebben echt veel, man. Ik denk echt dat we te veel hebben. Jij zei, we moeten veel bestellen. Kom dan, je kent mij nog niet. Denk allemaal een eentje op. Sushi Master. Ben je nog steeds bezig? Ja. Ja, ik zou het opmaken, hè, zei ik dus wel. Oké, nog 2 te gaan. We hebben echt ons best gedaan, hoor. Holy moly. Een box hier zo van 40 euro sushi. En dit was nog iets van... 40 euro. Ja. Oké, het is op. Done. Nice. Ja, dom, inderdaad. Kijk hem ook, hoor. Net een hamster die gewoon voor 3 maanden zijn winter eten is zijn wangen verstopt. We gaan zo'n film kijken, dus ik moet weer 2 uur vooruit, hè? Oh, ja, we gaan een filmpje kijken. Maar we gaan ook straks naar het trampolinepark. Daar heb ik echt super veel zin in. Zo, het is tijd dat we naar Amersfoort gaan. Dan gaan we lekker trampoline springen. En aangezien Don zo gek geworden is op mijn auto, een beetje verliefd. Jouw auto? Eigenlijk. Nee, ik heb gewoon een nieuwe auto gekocht net even snel. Ja, je hebt wel een beetje gevoelens voor mijn auto gekregen. Ja, ja. Nee, je gaat het moeilijk krijgen nu. Je moet oppassen wat ik zeg nou, hè? Ja, je moet niet thuiskomen en dan meteen ruzie hebben met je vriendin omdat je nu gevoelens krijgt van mijn auto. Ja man, die uitlaat gaat het zwaar krijgen. Wat? Maar we gaan dus lekker trampoline springen. En zoals ik al zei, ik heb er ontzettend veel zin in. We hebben wel een beetje een inkakkertje gekregen van de film die we voor de helft ongeveer hebben gekeken. Maar dat maakt niet uit! We gaan ervoor, we moeten weer wakker worden! Ja! Ja,
ik nog even energie bij je opwekken, gast. Ja, ja, ja. Ik doe even een lekker nummertje op. Ik weet niet of je er klaar voor bent, maar... Zoet als een sappie. Boy, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is een halve weg. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. Alle dikzakken willen op mij lijken. Mijn broer vergeet het niet. Stap opzij. Ze willen handtekenen. Lado's gewoon. Lies een oog. Hey. Ik kijk omhoog. Mijn pupillen worden groot. De wereld is een plat, ja. Op je bollen pitma. Deze. Kraantje papi. Nu is het alles wat ik zie, is deze, dat is goud. En alles wat ik zie, is deze, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Nee, hey. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Ja, ja, ja. Oh. Hey meisje. Oh. Allebei helemaal. We dachten allebei dat die kwam. Oh, en dan heb je pas door hoe lelijk je zingt, hè. Hey meisje. Oh, die was echt erg, jongen. Don. Ja. Niet bang zijn, dit is een camera. Camera, Don, camera. Ik weet wel wat een camera. Oh, wat doet hij nou in zijn pyjama dan? Kijk hem hoor, in zijn pyjama. Sober was. Hoppakee. Deze. Lekker. Oh, yeah. Ja, lekker hoor. Zoals jullie zien is het. Zoals jullie zien is de pyjama erg soepel, zei je dat nou? Ja, verkrijgbaar op knophouden.nl. Erg soepel, zoals jullie zien kan die veel hebben. Je slaapt er ook lekker door, hè? Ja. Kijk, hier, gewoon kindermishandeling dit. Wat gaan jullie doen, jongen, de kind? Oh! Hoi! Het, het stond niet op film, opnieuw. Opnieuw. Nee, serieus, jullie stonden ervoor. Ja. Jij ergens anders gaan staan. Wij kunnen niet ergens anders gaan staan. Oh ja, ja, we staan wel hier. Kan je het nog één keer doen voor de vlog? Oh, nice. Doe het voor de vlog, hè. Krijg het ook weer voor elkaar, hoor. Oké, okay, let's go. Ik kan dit is wel echt heel lijp, hoor. Dit is wel echt sick. Kinder opvoeden met Boas. Oh, yo! Sick, man. Oh, als dat geen blauwe duim bij mogen verdient, weet ik het ook niet meer. Hey, willen jullie het nu met mij doen? Ja, is goed. Ja? Ik ben bang. Hij is echt bang. Doen, ja, twee. Jullie hebben dubbel, hè? Eén. Bijna hetzelfde. Hey! Zet hem op, Don. Op je rug en dan op je buik. Ik heb het serieus net geleerd in 2 keer. Ja, kijk, doe jij het maar eens zo makkelijk, hè? Ja, dat is cheaten, man. Bijna. Oh, ik wil het een keer echt proberen, man. Ja, tuurlijk. Moet je doen. Dat is leuk, man. Dat is leuk. Kijk, en als je eenmaal goed bent, dan doe je dit. 2 keer, en dan 3 keer, en dan 4 keer. En dan zien we jullie morgen bij een gloednieuwe vlog, als hij nog steeds bezig is. Jent, hou op. Jender, moet ik stoppen? Of hoe heet je ook weer? Jender, hou op. Oké, okay, kom op. Ik zei Jente, sorry. Jente. Het is Jender, sorry. Oh, sick. Let's go, boy! Oh, sick! Zijn balletjes! Nu heb je de flow te pakken, dan moet je. Ja, nu moet je eigenlijk doorgaan, ja. Daar heb je geen last van. Kijk. Daar heb Jente geen last van. Maar Jendor wel, Jente niet. Je moet je hoofd recht houden. Boom! Let's go, Don. Pew. Zo, wat voor yo. Oh. Oh, toch al 2 keer? Oh, je was al 2 keer. Ja. Dit is zijn move. Ja, heeft hij zo lang? Hoppa. Oh. Dat ziet er heel lekker uit, man. Gast, hij heeft hier zo lang op geoefend en hij is ook zo blij mee. Ja, door. Hey. Oh.
Dat, ja. Maar dat was de bedoeling, hè? Even slapen. Ja, want je hebt je pyjama al aan. Knoppouw.nl. Hey, nu wordt het tijd voor een dubbel achteruit zal te zeggen we net. Dubbel achteruit. Let's go, Donny Boy! Donny Boy! 1, 2. Wat doe jij? Oké, daar komt Boas. Boas Boy! Oh, die is geniaal. Oké, doe de salmon. Ja, yeah, daar komt ie. Komt ie op Boas. Die is geniaal, man. Holy shit. Break a neck. Oh, dat ging nog net goed. Oké, daar komt Rick. Dit is mijn vriend Rick. Wow. Lekker Rick. Ik zat in de lucht van Rick. Hij heet Rutger. Hij dacht ook in de lucht van Rick. Wie de fuck is Rick? Ik dacht in de lucht dat ik was. Ken je me nou niet? Ik ken maar een feitje. Dat één zegt dat ik Rick ben. Grapje, Rutger. Maar gelukkig viel ik niet. Oké, daar komt Jente. Zet hem op Jente. Lekker Jente. Oh joh, wat doet die gast? Oh, dat was sick. Oké, let's go Donny Boy. Oké, daar komt Pieter, daar komt Pieter. Oh! Oké, daar is mijn vriend Hendrik. Wow, die was sick. Oké, Don, je moet vanaf hier springen op dat grote Minecraft blok, oké? Ja, hij is zacht genoeg om te knuffelen. Het is best wel ver voor de mensen die denken dat het dichtbij is. Het is echt best wel ver. Goed springen, Don. Let's go. Oh. Zo, dat moet je proberen, jongen. Dat is leuk. Hier, kom. Je gaat merken dat het echt ver is. Ja? Veel verder dan je denkt. Ja, dat zei ik al tegen de kijkers. Het is echt ver, man. Ja, je voelt het ook aan je rug. Ja. Je knakt helemaal als een schorpioen zo dubbel, weet je wel. Ja, het is best ver. Zo moet het dus niet. Nee, zo moet het niet. Maar ik kom er geen bij. Gewoon heel ver naar voren afzetten. Wat een timing. Oh, kutsel. Je ging nog schuiner dan die tattoo op je voorhoofd. Oh, nu gaat Boas het doen. Kijk waar die begint. Heb je zweetvoeten? Ja. Oh, gaat in één keer. Oh, oh. Ja. Oh. Je moet beter timen, hè? Stop, hè. Oh. Kom eens even hier met die camera. Wat dan? Jij moet. Ik ben net al geweest. Nee, nog een keer. Oh, ja, Ben. Met frontflipper op landen. Hé, hey, gast. Je stond voor het blok. Ja, ik stond echt voor het blok. Ik kom er geen eens. Echt dat moment van je. Nog best knap. Best leuk hoor. Oké, Don, kom op. Niet wegtrekken. Kom op. Hij heeft hem al vast. Ja. Oké, ik wil ook nog één keer. Ja. Ah. Rick die doet al even een salto voorover. Oh. Oké, daar gaat Rutger. Ik geef iedereen verkeerde naam en iedereen is in de war. Oh, Jendra gaat eerst. Wat doet hij nou weer? Die gast, wat een gek. Oké. Ja, nu ga jij. Wat zei je? Ik zeg je naam. Nee, ik weet je naam niet, nee. Oh! Soepeltjes. Oké, daar gaat Quantum. Yes! Kom op, Quantum! Oh! Sick! Oh. Wie gaat nu? Curaçao! Let's go, boy! Let's go, Don! Doe het voor de vlog! Doe het voor de vlog! Oh! Petje wel aan de andere kant, maar maakt niet uit.
Oh, wie deze haalt, respect. Hij ligt nu echt ver. Hij ligt echt ver weg, Boas. Let's go. Let's go. Oh! Daar gaat Quantum weer. Zet hem op, Quantum. Oh, 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 oh. Ja, je sprong te ver. Je deed bijna mij na. Let's go. Oh, sick hoor. Dubbele side flip. Woep. Ik was hem al kwijt, hè. Kijk, die beker staat gewoon bij gevonden voorwerpen. Ik was hem al kwijt, die beker. Volgende keer beker. Gevonden voorwerpen. Onze beheerder heeft net een kindje gekregen. En die mag dit uitzoeken? Nee, daar stond een kinderwagen bij. Die hebben we even apart gezet. En als die niet wat opgehaald is, die dus voor hem. Maar dit is allemaal gevonden voorwerpen. Dit gaat allemaal aan het leger. Hoe vergeet je het? Zo, meen je. In deze sporthal wordt dit dus allemaal achtergelaten. Hey! Hey, bro! Je bent hem vergeten! Kom even hier, kom hem halen! Wat, Jendo, je bent je vriendin ook vergeten, gast. Ja. Nee, dat was niet. Jendo! Ja, daar is hij! Daar is hij! Ik was hem al vergeten in de bank. Dat is echt voor jou. Ja, goed hè. Oh, oh, oh. Nou, zit er wat leuks tussen, jongens? Ik weet er al wat in mijn merch komt. I wanna be done. Dat komt echt in mijn merch. Jongen, ik ga slapen. Oh, oh, oh. Ja, dat komt echt in mijn merch. Kijk, een mooi Tupperware'tje. Ja. Nou, goed. Moet er nog iemand een... Wat heb je in aanbieding? Thermoskannetje. Thermoskannetje. Ja. Zit er nog koffie in? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat er ook stukjes in drijven dan. Ah. Nee. Vies. Jammer. Nou, goed. Er wordt aardig wat achtergelaten. Ja. Maar ik heb alles bij me. Ik heb de pyjama aan en dat is alles wat me blij maakt. Ik kan gewoon in één keer in bed gaan liggen. Als je hem kent, ja, dat doen we ook zeker. Ik ben kapot, man. Hey gast, die man die zegt die kinderwagen stond er. En het raarste was, het kind zat er nog in. Gewoon een kind in een kinderwagen bij de gevonden voorwerpen. Gast, dat kan echt niet hoor. Helemaal afvragen, pakken de hele tijd aan het janken. Tijdens de training, wat hoor ik toch? Ja, had ik het alarm uitgezet, bleef hij nog janken. Jongens. Ik heb een vraag. Je had het scheet laten. Wat is de lievelingsdag van de week van Don? Donderdag. Hey, bingo! Ting, ding, 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 ding. Die heb ik echt nog nooit gehoord, man. Die gaf niet. Nee, echt nog nooit. Zeker wel. Ja. 10.000 keer. Ja, ja. Dat is echt de meest voorkomende grap. We zijn weer thuis gekomen. Boas die is in Amersfoort gebleven, want ja, die woont daar. Maar Don die is nog mee naar huis gegaan. We hebben namelijk nog een film die we willen afkijken. Dus dat gaan we ook zeker weten doen. Het duurt nog wel iets van 1,5 uur en het is nu al 11:30. Dus dat gaat sowieso minimaal 1 uur worden. En morgen moet ik redelijk vroeg weer opstaan. Maar dat gaat helemaal goed komen. Als je, ja, je kiest er zelf om die filmen te kijken, dus dan wordt het sowieso laat, dat weet je. Dus daar kies je dan voor. Dus dan moet je ook het accepteren dat je dan morgen weer wat eerder uit je bed moet en dat je dan kort slaap krijgt. Maar komt helemaal goed. Ik heb sowieso ook zin in, morgen gaat iets heel tofs gebeuren voor mijn broer, wat het hem echt gegund is. Heel erg tof. Hey Don, het was echt vet, maat. Ja, gast. Het was echt vet. Gezellig. Het was een hele leuke dag. Ik heb genoten. Sokje, kleine opdonder. Je bent er ook weer. Ja, niet meer zo mij ongerust maken, hè? Bijna jarig, Sok. Bijna jarig, yeah! Sok wordt bijna 2 jaar. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie baas morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol, power!